Hoi allemaal, welkom bij weer een video over de Arthur Laser Master 2 15 watts laser engrave machine. Laatste video, dan hebben we in 2 dagen 5 video's gemaakt. Laatste video voor de komende paar dagen denk ik. Gaat een video zijn met een power scale. Wat is een power scale? We gaan op elk materiaal wat we gaan gebruiken, en daar begin ik dus nu mee, simpelweg met die plaatjes zoals ik die op dit moment heb. En simpel laten zien, 3 mm timmerplaat van de Gamma. En daarop gaan we een power scale maken. Wat is een power scale? Een power scale is niks meer, niks minder dan een plaatje waarop je een aantal vierkantjes gaat afdrukken. Je kan het ook in andere vormen doen hoor, dat maakt verder niet uit, maar vierkantjes. Het zijn allemaal lijnen, dus een soort van dambord. Waarbij de ene lijn een snelheid bijvoorbeeld van 1000 mm per minuut is. De tweede lijn 1200 mm per minuut. De derde 1400 enzovoort enzovoort. En de lijn van boven naar beneden, dus de verticale lijn, die vertegenwoordigt steeds een power. De eerste is 20%, dan 30%, dan 40% enzovoort enzovoort enzovoort. Je krijgt dus allemaal blokjes. Denk even aan een dambord. Met verschillende powers en verschillende snelheden. En aan de hand daarvan kun je dan gaan vaststellen hoe voor dat materiaal het kleurenscala is wat die laserprinter neer gaat zetten. En dit is een tricky one. In die zin zeg maar, is het tricky dat zeg maar, zeker de 100% burns in lage snelheden zouden zeg maar, kunnen leiden tot brand en dat soort dingen meer. Dus daar moeten we heel alert op zijn. Bovendien, maar dat is even een bijzaak, want ik vind dat je die power scale wel moet maken, want dan weet je hoe het in elkaar zit. Is ook heel erg belangrijk om te weten dat zeg maar, als je die laser steeds op 100% zou gebruiken, dan is die laser zo op. He, dus die moet je eigenlijk met de zo laag mogelijke power gaan gebruiken, maar wel in de kleurstelling waarin je dat wilt natuurlijk. Nou, en dat gaan we vaststellen aan de hand van die power scale. Dus elk materiaal wat je gaat gebruiken, in dit geval dus dat zachte 3 mm timmerhout van de Gamma, dat doe je zo'n test op uitvoeren. Om vervolgens te kunnen vaststellen voor die houtsoort of voor die acrylsoort of voor leer, want je kunt ook leer laseren, geldt eigenlijk dan de beste kleurstelling is dan die power met die snelheid. Dat soort dingen meer. Dat is wat we proberen daarmee vast te stellen. Het kader daarvan, ik zei net op leer, pas wel even op dat het geen kunstleer is, want met name kunststoffen hebben vaak PVC aan boord. Althans PVC delen. En als PVC gaat branden, dan komt daar chlorine gas van vrij. En dat is absoluut extreem giftig. Dat is namelijk hetzelfde gas wat in de Eerste Wereldoorlog gebruikt werd. Dus het is niet aan te raden om dat te gaan doen. Dus je moet eigenlijk, daar is trouwens ook, zelf ken ik dat niet hoor, dat moet ik heel eerlijk zeggen. Maar er is een officiële test voor. Om vast te stellen of dat bewuste materie of daar die chlorinegassen van vrij zullen komen, ja of nee. Nou, wat in elk geval kan is hout. Ja, wat in elk geval kan is acryl. Wat in elk geval kan is kleding snijden. Nou, laseren wordt wat moeilijker, maar leer, tegeltjes, geanodiseerd metaal. En er zijn allerlei tips en tricks die haalbaar zijn. Zo kan jij bijvoorbeeld iets eerst met een witte primer bewerken. Dan met zwarte verf, dan laseren. En daar krijg je, als het goed is, een perfect resultaat van. Echt, er zijn heel veel video's van te zien. Met name hoe dat met deze laser gebeurd is. Het is echt een laser die dat ook echt aan kan. En dat was voor mij heel belangrijk om deze te kopen. Zodat je zeg maar lekker kunstzinnig bezig kunt zijn. En dat is wat we gaan doen. Maar we gaan een power scale maken van deze houten plaatjes. En die power scale die heb ik al op mijn computer staan. Dus ik ga hem laden en ik ga de laser daarvoor in orde maken. Zo, ik heb mijn houten plaatjes hieronder liggen. Dit object namelijk gaat uiteindelijk hier afdrukken. Ik heb even weer met shift en kaderen zeg maar weer even gekeken of het allemaal op de goede plek ligt. Nou, dat ligt het. En op dat moment kunnen we rustig gaan beginnen als ik tenminste mijn laser goggles opgezet heb. En dat ga ik dus nu doen. Gaan we simpelweg starten
met de power scale. Nou, dan kunnen we gaan beginnen. We hadden even wat problemen met een foutmelding. Dat foutmelding drukken we weg. En daar gaat hij. Hij begint met de schaalwaardes. We zullen dat straks in het eindresultaat gaan zien. En dat doet hij met een snelheid van 1200 en een vermogen van 50%. En vanaf daar gaat hij de blokjes maken met de juiste waardes. Dus blokjes met een bepaalde snelheid en een bepaalde powerpercentage. Oké, ik zet de video stop. We gaan het eindresultaat straks zien. Zo, de power scale is klaar. We gaan hem eruit halen. En dit is wat we te zien krijgen. Nou, je kunt je voorstellen dat je hieruit kunt gaan bepalen dat als je wilt gaan graferen, dat het eigenlijk al voldoende is om bijvoorbeeld hier in deze contraille te gaan zitten. 1800 bij 60. Misschien zelfs nog wat grof, want dit ziet er nog wel wat fraaier uit. Maar niet hier in die top, 100%. Hij komt er nog net niet door, denk ik. Maar je ziet ook op de vingers, je ziet echt het brandmerk, zeg maar, als het ware. Het brandwerkelijk. Nou, dit is een power scale. Aan de hand van hem ga je bepalen welke power en welke snelheid je gaat gebruiken. En dat doe je dus voor elk materiaal. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Dag.